Welkom bij het programma Liefde voor Arnhem, waar ik met bekende Arnhemmers praat over hun liefde voor de stad. Vanuit Rosette praat ik vandaag met Marcel Legerstee, bekend van Ome Joop's Tour en bekend van heel veel andere dingen. Mede ook omdat hij heel veel liefde voor Arnhem heeft. Dat klopt toch eigenlijk wel, ja? Ja, klopt helemaal, ja. Ja, want als je Arnhem zou moeten beschrijven, wat is Arnhem voor jou? Arnhem is mijn roots, waar mijn verhaal is begonnen in 1962, 15 april. Daar ben ik geboren en daar is mijn levensverhaal begonnen in Arnhem. Waar in Arnhem? Ik ben geboren in de Fluitenkruidstraat in Arnhem-Zuid, in Malburgen. Okay. Waar de eerste woningen die net na de oorlog opgebouwd zijn en daar ben ik, heb ik het levenslicht gezien. Ja. En waar woon je nu? Ik woon nu in de wijk Prezikhaaf. Mooie wijk, dat is de andere kant, Arnhem-Noord. En daar is nou mijn huisje waar ik iedere dag naartoe ga, waar ik dan blij ben als ik weer thuis ben, even op mijn stekkie. Ja. Zou je Arnhem kunnen omschrijven als een klein dorp waar je verliefd op bent geworden? Ja, Arnhem is een stad met heel veel prachtige wijken, mooie wijken. Als je door Arnhem heen wandelt en je geniet van die mooie parken en die ontwikkelingen die allemaal zijn. En die vernieuwingen in de wijken zoals Malburgen, Prezikhaaf, Broek. En dan zie je toch wel dat Arnhem toch een prachtige stad is met heel veel liefde en blijdschap waar je blij van wordt. Ja. Ja, leuk om te horen. Ja. Ik ga even terug naar afgelopen december, afgelopen kerst. Je bent natuurlijk elke week kom je overal in heel veel wijken. Maar afgelopen kerst ging je een ronde door Arnhem doen met zwaailichten en om mensen wat vrolijker te maken. En mensen een steuntje in de rug te geven. Ja. Dan kom je er ook weer achter dat iedereen wat extra hulp nodig ook heeft. Hè? Extra liefde nodig heeft. Zeker, zeker. Ja. Vooral in deze tijd waar we nu in leven. Hè? De hele wereld is corona slaat toe. Ja. En hoe ga je mee om? En dan zie je de angst onder de mensen. En hoe ga je met deze veranderende tijd om? Ja, en dan rond de feestdagen, als we daar even terugdenken, proberen wij ieder jaar kinderen blij te maken. Dat is eigenlijk de rode draad ook door mijn leven heen, vanuit de achtergrond van Ome Joop Stoer. Dat we rond de feestdagen toch bijna meer dan 500-600 kinderen blij hebben kunnen maken met cadeautjes. Ja. En dat was een prachtige samenwerking met Stichting Speelcadeau en die vrijwilligers van Ome Joop Stoer. En zo zijn wij samen naar een aantal wijken Arnhem naartoe gereden. En dan heb je verschillende groeperingen in Arnhem die ook vaak vergeten worden. En ik pak even kinderen in Malburgen, in Klarendam, maar ook bijvoorbeeld de kinderen die gevlucht zijn naar de andere werelddeel, die naar Nederland zijn gekomen en die tellen in AZC wonen. Nou, en als je dan ziet hoeveel kinderen wij blij hebben kunnen maken, dat is met geen pen te beschrijven. Nee, je zegt het al met een grote glimlach op je gezicht. Ja. En dat is een beetje wat je net zegt, de leidraad van je leven, hoe je ook bent opgegroeid. Ja. Ome Joop Stoer, opgericht door mijn vader. Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat als jij 's ochtends wakker werd en je vader zei van, oh, ik ga dit doen, ik ga daar, en dat je ook dacht van, hey, ik wil ook een onderdeel daarvan zijn. Ja, ik, als ik dan even terugkijk naar de tijd, mijn vader, ben ik op jonge leeftijd, is mijn vader al overleden. Ik was nog een piemke van 12 jaar oud. En ik ben eigenlijk, als ik dan terugkijk naar mijn jeugdjaren, dat mijn vader vanuit de Nieuwstad, uit de binnenstad, is begonnen samen met agent van Veldhoven om Olympische Spelen te organiseren, straatvoetbalwedstrijden, want daar raak ik straks terug in de geschiedenis, wat ook in ons boek vermeld staat, heb ik dat eigenlijk met de paplepel ingegoten gekregen. Want ik ben als baby in de reiswieg meegenomen door mijn vader en ik heb dat allemaal meegemaakt als kind. En ik denk, oké. Ja, dan denk ik wel eens in die tijd terug van, ome Joop, wat heb je op je hals gehad aan de oorlog? Ja. Ja, lang geleden, maar het bestaat nog steeds. Zeker. Het is nog steeds in stand gehouden. Ja. Ja, dat kan alleen maar door met heel veel steun van de vrijwilligers. Hè. Dat zijn de pareltjes, zeg ik altijd. Hè. Die pareltjes help je mee samen om je doel te realiseren. Dat vergt gewoon een heel veel voorbereidingstijd. Hè. Want je bent van heel veel factoren ben je afhankelijk.
van ja, de medewerking van gemeentes, van sponsoren. Noem alles maar op. Er komt heel veel omheen kijken. En nou, met die vrijwilligers doen we ieder jaar die energie verzamelen. En daarmee hebben we maar één doelstelling. Is, ja, ik zeg altijd met diamantjes. Een zorgeloze, een veilige vakantie aan te kunnen bieden. En, ja. En daar heb ik van als baby heb ik dat meegekregen. En nou ja, ja, als 47 jaar volgens mij al ben je met je crew, ben je ieder jaar bezig om die doelstelling te realiseren. Ja. En dan zou je denken dat het normaal wordt voor je. Is dat nog normaal? Nou, het is niet vanzelfsprekend allemaal. Kijk, want je hebt ieder jaar sta je voor uitdagingen, want de tijden veranderen. Maar dan moet je mee gaan groeien in de tijd waar we nu leven. Dus je moet kijken van hoe ga je de veiligheid blijven waarborgen. Want nogmaals, het ging vroeger natuurlijk allemaal wat makkelijker. En de omi op ging fietsen en organiseren, dat kon allemaal. Maar er zijn natuurlijk door de jaren heen natuurlijk heel veel dingen veranderd. Hè. Ik pak even terug naar de brand in Volendam. Ik kan me herinneren dat toen er was paniek in Nederland. Hè. En dan stel je de vraag aan de gemeente, mogen we slapen in een sporthal? Nou, vroeger had je geen vergunning nodig. Dan sliep je in boerderijen of in de... Maar nu moet je allerlei veiligheidsmaken. Je moet even vergunningen aanvragen, hele veiligheids... Maar dus er komt nog heel veel bij kijken, zodat je wel mee moet groeien in de tijd waar we nu leven. Maar eigenlijk, als ik dan terugkijk naar de tijd... Ja, is eigenlijk qua armoede is niks veranderd in al die jaren. Nee. Het is nu steeds erger aan het worden. Ja, denk je dat? Ja, zeker. Ja. Ja, en dat doet me wel eens zeer, dat ik wel eens zie dat mensen nu moeten rondkomen met heel laag aluminiumbedrag. En dat ze bij de voedselbank in de rij zetten, zodat je arm en rijk het verschil ziet worden. Nou, dat is wel een hele zorgelijke ontwikkeling in de maatschappij. Ja, ik spreek regelmatig vrijwilligersorganisaties en organisaties die op maatschappelijk niveau. Ja. Jij natuurlijk ook, die spreek je ook regelmatig. En heel veel van die organisaties worden gerund door vrijwilligers. En die, blijkbaar, zijn, wat je net zegt, er zijn dus heel veel mensen die een armoedegrens daarin leven. Maar door die vrijwilligers hebben ze vaak nog wel net eventjes iets waar ze naartoe kunnen bouwen. Ja, om te praten, om te luisteren. Want ik zeg, zonder vrijwilligers, dat is het cement van de samenleving. Ja. Want als die weg zou vallen, dan heb je een groot probleem. Want het zijn wel mensen die op hun manier allemaal een steentje bijdragen in de ouderenzorg. Of ga maar eens naar die verpleeghuizen waar het nu heel veel mensen die eenzaam, alleen oud worden. Ja, dus je hebt op allerlei facetten heb je vrijwilligerswerk nodig om te blijven investeren in de maatschappij. Ja. Ja. En dan denk ik dat als je ofwel jongeren, ofwel ouders, of gewoon alleenstaande mensen kan helpen met een heel klein gebaar. Het kost niks. Nee. Glimlach kost niks. Een stukje vriendheid kost niks. Een stukje aandacht kost niks. Dat is allemaal goed. Als je dat kan overdragen, daarvoor ben ik altijd heel positief gesteld in het leven. Om proberen van, ja, kijk waar heb je invloed op. Waar in je eigen cirkel invloed. En probeer dan te kijken hoe ga je je eigen gelukkig maken. Ja. Belangrijk. Dus eigenlijk alleen al door iemand te begroeten op straat is eigenlijk al... Vriendelijkheid kost niks. Dat is gewoon een hele kleine manier. En als je dan ook een stukje interesse toont in de mensen. Kijk, en dat vind ik wel mooi. Als je dan... Ja, ga eens kijken wat zit er achter de mens zelf. En als je gaat doorvragen, dan krijg je vaak de mooiste verhalen uit los. En dat vind ik mooi. Waar ik al mijn hele leven al in is investeren in. Het maakt niet uit wat voor afkomst je hebt of wat voor land je vandaan komt. Het zijn allemaal mensen van vlees en bloed. En ieder heeft zijn eigen verhaal. En als je daar gaat in verdiepen, krijg je vaak hele mooie gesprekken. Iedereen heeft een verhaal. Ieder mens heeft zijn eigen boekdeel. En iedereen mens maakt mee in zijn pad van ja, met verdriet, pijn. Maar toch, als je bij elkaar in gesprek gaat, krijg je hele mooie verhalen. En dan zie je mensen ook zie blij worden. Ja. Ja. En dat is al wel heel mooi om iemand te zien glimlachen, terwijl hij daarvoor misschien al heel lang niet meer gelachen heeft. Een glimlach van een kind, hè. Ooit is door William Betty een liedje daarvoor geschreven. Glimlach van een kind. Is het mooiste. Wat er is, hè. Ja. En als je dat kan bewerkstelligen door aandacht en liefde te geven en door te luisteren, want vaak worden kinderen op de wereld gezet. Ja, het is net waar heb je wiegje gestaan. Ja. En één heeft het geluk dat hij op het goede pad. Ja. Is dat afhankelijk van wat zich speelt in de maatschappij en in het leven. Ja. Nee, wat dat betreft mogen we ook ons, buiten dat alles om eigenlijk, mogen we ook ons gelukkig prijzen dat er gewoon
twee armen hebben, twee benen. Nou ja, precies. Ik heb het, dat heb ik wel ervaren naar het ziekbed van mijn vrouw. Hè. Een op de andere dag kreeg een hersenbloeding en dan is het leven anders. En dan kan je niet meer bewegen, kan je niet meer dit niet meer doen. En dan denk ik bij mezelf, ja, koester. Ja. Ieder moment dat je goed voor jezelf moet zorgen, hè, maar ook goed voor anderen moet zorgen. En dat stukje vriendelijkheid, je moet koesteren van het leven. Als je gezond bent, dat is het allerbelangrijkste. Ja, en dat vergeten we heel vaak. Want ik denk dat op het moment dat je pas een griepje hebt of wat dan ook hebt, dat je dan pas gaat beseffen, die hoest die ik heb, die is vervelend. Ja. Maar als je niet aan het hoesten bent of niet verkouden bent, dan... Ja, het is gewoon, ik zeg altijd, pluk de dag en probeer daar iedere dag een heel mooie dag van te maken. En dan kijken dat je iets kan bijdragen aan deze samenleving. Ja, ja. Want op de website van Ome Joop staat, denk aan gisteren, droom over morgen, leef vandaag, alles is er al in nu. Ja. Betekent dat eigenlijk ook dat je echt in het moment leeft? Ja, het leven in het hier en nu zorgt ervoor dat je intens je leven beleeft. En het zorgt ook voor dat het leven relativeert en je beter wordt met dingen die jij zelf belangrijk vindt. En daarnaast biedt het leven ook kansen en mogelijkheden. En bij mij is de klas altijd half vol. Hè? En ik zeg altijd, koester en wees blij dat je op het leven hebt. Want Het gaat vanzelf, je wordt steeds ouder. Dan realiseer je ook dat steeds meer mensen wegvallen om je heen, jonge mensen. Dus ik geniet wel van intens van iedere dag. Ja, want als ik jou ook, als ik jou gevolgd heb met alles wat je doet en ook jou nu als persoon meemaak, ben je elke dag met van alles en nog wat bezig. Kom jij ook tot rust? Dat is misschien ook een beeld van me. Kijk, want ik heb ook gewoon een vaste baan. Hè. Ik werk ook 4 dagen in de week. Heb ik heel veel energie, haal ik eruit. Maar ja, daarnaast krijg ik ook heel veel energie. Als je dan met je lieve vrijwilligers bij elkaar komt. Dan zeg je, jongens, wat gaan we doen? En zo is dat je met elkaar gaat sparren. En dan ga je dingen in beweging krijgen. Kijk, en het belangrijkste is dat je wel binnen de balans moet blijven. Want ja, er zitten maar 24 uur in de dag. Ja. En je moet goed rusten, je moet eten, je moet goed voor jezelf zorgen. Bewegen is heel belangrijk. Ik heb nog medeleven al een uitdaging om aan mijn gewicht te blijven werken. Nou, ik zit 2 keer, 3 keer in de week in de sportschool nog 's avonds. Dus ik probeer ook mijn balans te vinden tussen gezonde voeding en leefstijl. Want dat is wel belangrijk, dat je wel naar je lichaam blijft luisteren. En dat is wel voor mij een uitdaging. Ja. Ik vind het... ik ben gek op de Indische keuken, hè, want daar liggen ook een beetje mijn roots. Hè, met mijn vrouw en mijn huidige vriendin. Zodat ik daar toch wel heel veel van geniet van de Aziatische keuken. En dan moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn met eten. Ja. Ja, niet te veel nasi, niet te veel bami, niet te veel... Maar ja, het is allemaal zo lekker. Maar je moet wel bewust zijn dat je wel beweegt. En dat is gewoon heel essentieel belangrijk. Ja. Want hoe kom jij buiten, want je zegt... Ja, sporten af en toe, ook gewoon praten met mensen, geeft je energie. Maar is het ook niet af en toe fijn om alleen even te zijn? Jazeker. Dan pak ik mijn motorfiets. Ik heb een motor waar ik heel veel energie uit haal. Dat ik heb de afgelopen week ook geremd in de winter. Ik denk, ach, lekker. Dan pak ik mijn eigen weg en dan geniet ik van de natuur, van de rivieren, van de vogeltjes. En dan kom ik helemaal tot rust. En dan komen bij mij ook weer de ideeën naar boven. Oh, dan moet ik dat doen of dat doen. En zo geniet ik van het moment om toch af en toe op mijn motorfiets te stappen. En dan ga je gewoon zitten en ga je echt heen rijden? Of is het echt gepland? Maakt niet uit. Ik ga even naar Valkenburg om een kippetje te eten. Of ik rij even naar Leeuwarden toe. Ik ga gewoon even lekker genieten van het vrij zijn. Nou, en dat is mijn leven die ik dan in mijn vrije tijd ook doe. Ja. Ja. En ook gewoon alleen kunnen zijn. Alleen kunnen zijn. Want er zijn heel veel mensen die dat eng vinden natuurlijk. Nee, ook. Dat is mooi. Lekker rust in je hoofd. Lekker genieten. En dan ga je kijken naar hoe mooi de wereld is. Want vaak, dat heb je afgelopen maanden ook met de pandemie gezien, je ziet dat ook, je hebt geen tijd om dingen te letten. Maar als je een beetje gaat kijken hoe de natuur in elkaar zit, verdiep eens naar andere werelden. Nou, en dat is mooi. Ja. Ja. En als je in Arnhem, ja. Wat zijn plekken waar je graag in Arnhem komt?
Nou, ik heb het in mijn boek geschreven. Ik heb een boek uitgegeven en ik heb mijn voorwoord hebben mogen schrijven. En ik, als ik dan kijk en ik zal een stukje voorlezen. Ja, leuk. Dan zal ik het boek aan u overhandigen. Als Arnhemmer onder de Arnhemmers kost het mij weinig moeite, mijn liefde, voor onze stad in woorden uit te drukken. Als je liefde geeft, hoop je ook stiekem die ook terug te krijgen. En dat overkomt mij elke dag. Als ik me door mijn geliefde stad, waar ik ben geboren en getogen, voortbeweeg. Of het nu op de Geitenkamp, Klarendal, Imprezenkaaf of de Burgemeesterwijk, Altwil of Malburg is, overal ik kom spreken mensen mij aan. Jong en oud. En dat is onbetaalbaar, want dat gevoel dat stimuleert en dat inspireert mij gewoon. Mensen die in Arnhem zijn geboren, maar ook ouders en kinderen die elders op de wereld zijn geboren, daar kom ik mee in contact. En in Arnhem wonen vele nationaliteiten. Ik pak in de wijk Immerlo, waar een heleboel nationaliteiten worden. En daar heb ik onlangs een projectje gedraaid. Het leven op rolletjes brengt mensen bij elkaar door simpel thee te gaan drinken en koekjes te gaan eten. Maar vele nationaliteiten. En bij Arnhem is een mooie, vrije, multiculturele stad geworden. Prachtig, mooie mensen. En met een grote diversiteit en persoonlijkheden. Want ik vind het belangrijk, ik pak even een oor aan Dedibas. Dat is een Olympisch kampioen, bokser. Maar zo heb je allemaal pareltjes in de stad die allemaal hun kwaliteit hebben. En die in harmonie met elkaar leven. Want daar gaat het eigenlijk om. Hè? Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Je leeft samen. Nou, en dat Arnhem is een thuis voor ons allemaal. En dat alles maakt mij trots als Arnhemmer te zijn in deze mooie stad waar ik woon. En ik voel me altijd welkom en prima als ik thuis kom. En dat ik met mensen met diverse achtergronden zie hoe divers ze ook met elkaar weten te verbinden. Nou, als mensenmens, zo zie ik me eigenlijk, breng ik ook mensen bij elkaar. En ook, of beter gezegd, vooral jongeren die het verdienen om een ontspannen manier een leeftijdsgenootje lol te maken om even los te komen van het dagelijks leven. En dat doe ik met de fietsvakantie. En velen ken ik als Piemke, die mee zijn geweest, die zich in de maatschappij hebben ontwikkeld tot advocaat, tot Theo Jansen, de profvoetballer. Noem allemaal van piloten tot helemaal jongeren die ik nou iedere dag tegenkom. En als ik door Arnhem loop en dan zwaai ze, dan denk ik, oh ja, wie is dat ook alweer? Dan denk ik, oh ja, hey, oma Marcel. Dus ze hebben allemaal, daar geniet ik intens van dat jongeren een rugzakje mee hebben gegeven, wat ik ze mee heb gegeven. Daar hebben de vrijwilligers hebben mee gegeven. Om te luisteren voor elkaar, respect voor elkaar te hebben. En dat je met elkaar waardeert en respecteert. Hoe ga je met elkaar om? Ja. En daar word ik heel blij van als Arnhemmer. Dus als ik zo de straat oploop, dan is het weer heel erg zwaaien. En denk, oh ja, dan kennen ze je vanuit de maatschappelijke betrokkenheid. Ja, het kan soms vermoeiend zijn, maar ik denk niet dat het ooit vermoeiend zal worden. Nee. Mijn vriendin zegt wel eens, Marcel, als ik met jou de stad ga, dan ben ik al... Want hier komt iedereen Jan Rapp en zijn maat tegen. En dan komen ze met allerlei verhalen weer. En ik maak altijd een praatje met de mensen en dat vind ik altijd leuk. Dus daarom ga ik wel eens vaak buiten Arnhem even... Om even, als je dan rust moet hebben, dan... Als je zo bezig bent met eigenlijk alles wat je doet, wanneer heb je tijd voor je partner dan? Ja, de weekenden toch gewoon. Ja, nee, maar die balans moet je gewoon vinden. Want wij gaan vaak naar de Passamalams of naar de dansmiddagen. Dus wat daarbij probeer ook dansen door het leven te gaan. Ja, ja. Is dat ook een beetje de multiculti stad? Dansen door het leven, wat een echte Arnhemmer typeert. Lekker zeiken af en toe. Ik doe er niet aan mee. Ik zeg altijd, dan moet je naar de klaagmuur gaan. Dan ga je daar lekker klagen. Ja. En dan kom je weer terug als je uit. Ik kan er niks mee. Je moet wel met elkaar in gesprek gaan om te kijken van... Als je zelf invloed hebt, dan kan je het veranderen. Maar sommige dingen heb je helemaal geen invloed op. Moet je loslaten. Ja. Let it go. Laat los. Want ik krijg last van. Want het heeft geen zin om over te praten. Kijk, als jij die invloed hebt, dan kan je dingen veranderen. Ja. Ik vorige week? Mm-hmm. Was ik op de koffie bij de buurvrouw. 90-jarig vrouwtje. Geweldig. Ja, en die vertelde me zoveel mooie verhalen ook. En ook dat ze de wijk niet meer terug herkent. Omdat natuurlijk heel veel wijken of huizen bij zijn gebouwd. En dat het helemaal anders eruit ziet. Ja. Maar die zei van, ik ga nooit weg uit Arnhem. Nee, ik ook niet. Nee, ik ben hier geboren en getogen. En ik wil je ook graag het boek overhandigen. Want als je dan
In dat boek zie je zulke mooie verhalen in van mensen die nog in de 80 en de 90 zijn. Die vroeger met mijn vader, die hele mooie herinneringen aan Arnhem hebben. Want Arnhem, ja, wat ik al zeg, na de oorlog, Arnhem was plat gebombardeerd. Er was niks in die tijd. En Oom Joop stond op samen met de agent van Veldhoven. En die hebben een bijgedrage geleverd aan een, aan dat heel veel jongeren iets meer hebben gekregen in een jeugdervaring. Ja. En ik hoop altijd nog ooit een keer dat er een straatje van Oom Joop komt, maar... Dat is illusie, hè? We hopen het wel. Dat zou best nog kunnen, natuurlijk. Ik hoop het wel. Ja, er zijn nog meer markante Arnhemmers, Theo Bos, Roma Mirando. Allemaal mooie markante Arnhemmers die heel veel voor de stad Arnhem hebben betekend. Ja. 70 jaar Omo Joop's Tour. Meer dan een fietsvakantie. Want dat is het ook, hè? Meer dan een fietsvakantie. Het is veel meer dan een fietsvakantie. Kijk, want het fietsen is eigenlijk een... afgeleid van de Tour de France, hè. Je gaat fietsen. Maar het gaat erom, hoe ga je met elkaar om, hè? Dat kinderen... samenwerken door samen te werken, want door punten te verzamelen, door meer helpen de rommel op te ruimen, netjes fietsen, vragen te beantwoorden. Dus er zit een soort spelelement in het hele proces verwerkt en dat wordt beloond door punten. En dan kunnen ze de gele trui winnen, de groene trui, de bolletjes trui. En aan het einde van het verhaal, als je de meeste punten haalt, hè, bijvoorbeeld je hebt de grootste zak met afval verzameld, nou, dan krijgen ze dan een prijsje voor en zo heb je dan de kans om de Tour te winnen. Ja. Dus het is eigenlijk een hele opvoedkundige fietsvakantieweek waar je samen heel veel plezier aan blijft. Het is een soort tourvirus. Als je daarmee besmet raakt, kom je er nooit meer vanaf. Nee. Nou, en dat is ook iets dat je dan een heleboel vrijwilligers hebt. Allemaal lieve mensen die allemaal graag mee willen gaan. Maar ieder jaar moet het ook allemaal financieel allemaal rond zien te krijgen. En dat is ook ieder jaar een uitdaging. Ja. Maar gelukkig hebben we heel veel Arnhemse bedrijven die Ome Joop warm hart toedragen. Ja. Ja, loop ik ook. De gemeente Arnhem ook, ja, ja. Ja, ja. Want je merkt ook vanuit de gemeente dat het natuurlijk wel echt... dat ze beseffen van, oh, we moeten dit blijven ondersteunen. Want het is al zoveel jaar. Maar het is zo belangrijk, want je ziet nu allemaal campagnes, hè. Want jongeren, je moet continu... dat is een proces, doorlopend proces, dat je moet blijven investeren in de jeugd. Want de jeugd is de toekomst. Hè? En vaak hebben jongeren even dat setje nodig dat ze weten... want je zit nu ook een hele... veranderde digitale wereld, hè. En dat is ook een beetje mijn werk wat ik nu doe dagelijks. Dat ik jongeren ook probeer uit te leggen wat de gevaren zijn van internet, cybercrime. Dus ik probeer, dat is ook een beetje mijn werk, zodat ik de jongeren probeer te informeren van hou de kop erbij en maak van je eigen leven een mooie toekomst. Ja, want van je eigen leven een mooie toekomst maken, dat is, lijkt altijd heel makkelijk gezegd. Ja. Maar heel veel mensen moeten stappen zetten om ervoor te zorgen dat ze dat kunnen realiseren. Ja. En die moeten vooruit kunnen kijken. En ik denk dat als ze met zo'n tour meegaan en met activiteiten bezig zijn en die saamhorigheid, want daar gaat het. Dat saamhorigheid. Ja, dat is je waardevolle bijdrage. Die saamhorigheid, die samenwerken, daar gaat het eigenlijk om. Hè? Want tegenwoordig, tegenwoordig is het allemaal appen met elkaar, maar het is wel belangrijk dat je met elkaar interactie hebt. En daar vind ik het wel belangrijk van, je moet wel meeveren, hè, maar je moet wel lekker met elkaar interactie houden. Ja. Hè? Dat je elkaar in de ogen gaat kijken van, joh, stel een vraag. En dan krijg je verbinding met elkaar krijgt, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Verbinding, contact. Ik zeg altijd, kijk me in de ogen aan. Dan krijg je contact, want als je dat niet doet, dan heb je geen contact met elkaar. Nee. En zo help je elkaar. Ja. En een paar jaar geleden, of twee jaar geleden, de laatste keer dat jullie met Ome Joop zijn weggegaan, zijn jullie volgens mij vanuit, hoe noem je, de koepelgevangenis? Ja, afgelopen, twee jaar geleden kwam ik kijken, we zaten allemaal met de pandemie. En dan ga je nadenken, wat kan wel? Nou, wij waren de enige evenementen aan het die een... Ome Joop 2.0 in het leven hebben kunnen roepen. Dus een eendaagse. We hebben gewoon ouders met hun kinderen rondje door Arnhem laten fietsen. Om door alle wijken te gaan en een fotootje te maken. Dat ging allemaal vanuit de digitaal van het samenwerk met RTW Arnhem destijds. En de Disco de Vette Ketting of Radio de Vette Ketting. En zo hebben we een 2.0. Maar ja, vorig jaar hebben we ook weer zoiets van... Je bent afhankelijk van de maatregelen die er zijn. Want je mag niks. Nee. Nou, en toen dan zijn wij zo creatief om na te denken van hoe ga je dat organiseren? Dan hebben we de koepelgevangenis weten te, dat was onze huiskamer afgelopen jaar. En vandaar mochten we dan grootgraads een evenement organiseren. En zo hebben we dagtochtjes georganiseerd. Nou, we missen natuurlijk allemaal het slapen, het samen zijn. Dat mocht allemaal niet, hè, met de pandemie. Maar we hopen dat we dit jaar weer een beetje ruimte krijgen, zodat we gewoon weer
gaan fietsen met die mannen, met die kinderen. En ja, dat we heel veel lol gaan meemaken dit jaar weer. Wanneer is het eigenlijk? Nou, het is gepland van 25 juli, de laatste week juli, eerste week augustus. Nou ja, dus nu zijn we met elkaar aan het stoeien, aan het denken van wat voor programma gaan we organiseren. Dus ja, en dan gaan we gaan aan de slag, want alles wordt weer vrijgegeven weer. Dus geeft ook voor ons ook weer even ruimte. Maar het is wel, moet allemaal wel naast je werk gebeuren. Hè? Want mensen zien vaak niet dat het allemaal vrijwilligerswerk is. En dat kost heel veel tijd. Ja. En dat is die balans zoeken tussen en het hier en nu. Hè? Ja. Ja. Nou ja, wat dat betreft is het gewoon belangrijk om als je gewoon, want je bent politieagent natuurlijk daarnaast. Ja, ik werk bij de politieorganisatie, Politie Oost-Nederland. Ik werk bij het coördinatiecentrum. En wat ik ook mooi doe, dat ik nu ook met het Mobiel Media Lab, dat is een hele grote politievoertuig, doen wij veel in samenwerking met de wijkagenten preventiegesprekken geven aan jongeren. Dus over allerlei thema's. Dus ik rij met zo'n grote vrachtwagen samen met collega's rijden naar door het hele land heen. Dus ja. Ik kom eigenlijk overal, weer in Nederland. En dan gaan we in gesprek met scholen, met jongeren. Nou, eigenlijk ben ik dat is nu beroepsmatig ben ik ermee bezig. Dus het is eigenlijk een mooie combinatie tussen je werk en, nou ja, en Ome Joost Toe organiseren, het vrijwilligerswerk. Ja. Een goedlachse politieagent ben je eigenlijk? Nou, ik werk bij de politie, ik ben BOA, dus ik ben politieambtenaar. En ik werk bij het PCC, dus het coördinatiecentrum. En vandaar doen wij de verbinding zo. Hoe ga je efficiënt samenwerken? Want ja, ook hè, die collega's, de wijkagenten hebben ook hartstikke druk en wij gaan helpen. Collega's helpen, hoe ga je samen tot een resultaat te komen om in gesprek te gaan met de burgers? Ja. Ja, dat doe ik, dat is mijn werk en dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Ja, dat is het belangrijkste. Ja, ik heb heel veel plezier. Dingen doen waar je plezier in hebt. Ik heb echt heel veel leuk werk op dit moment en ik, ja, dus met plezier ga ik altijd naar mijn werk. Ja, want tegenwoordig zie je natuurlijk heel veel mensen die geen plezier hebben in het werk en ja, dat dat ja, zou jij niet kunnen volgens mij. Nee, heb ik niet. Nee. Want je hebt de regie over je eigen leven. En ik zeg dat je bent de Mona Lisa van je eigen schilderij. En je tikt hem zelf uit. Maar als je het niet leuk vindt, moet je wat anders gaan doen. Ja. Ik zeg, je moet altijd op z'n eerlijk gezegd je hert volgen. En als je daarvan je hert volgt, dan komen allemaal weer mooie dingen. Je moet dingen doen waar je zelf blij van wordt. Ja. En ieder mens heeft een talent. Ja. En, dat, en pak die talenten. En maak van jezelf je leven iets moois. Ja. En dat vind ik zo belangrijk. Ja. Nou, mooi hoe je dat omschrijft. Want ik denk dat iedereen vaardigheden heeft. Zeker. Die benut kunnen worden. Zeker. En dat ze soms daar niet de vertrouwen in hebben. Nou, maar dat ze dat vertrouwen eventjes erin moeten krijgen. Een zetje in de rug moet geven. Ja. En dat je even helpt van, nou, pak je kwaliteit. Ik heb het onlangs ook pas een mooi project gedraaid. Maar dat jongeren mochten vechten met de mic. Hè. Dan gingen we met een rapbus door het land heen. En dat jongeren hun levensverhaal konden. Nou, en dan zie je zulke talenten eruit voortkomen. En dan krijg je s'avonds een appje bedankt je wel voor de wijze woorden die u hebt gegeven, Marcel. Nou, dat doet mij dan weer goed. En dan denk je, als je met jongeren in gesprek gaat, is het allemaal. Nou. Boodschap aan iedereen is, luister gewoon eventjes naar de luister, andere. Luister, ja. Geef aandacht aan elkaar, neem even de tijd voor elkaar. Ga niet vooroordelen, neem je rust. En dan denk ik, als je samen gaat eten, hè, dus ook en drinken. Ik heb het met het project Het Leven op Rolletjes destijds gedaan in Immelo, waar 120 nationaliteiten wonen. En ik heb daar met heel veel plezier met een aantal vrijwilligers aan bij mogen dragen. Dat je door simpel een kopje thee te drinken en een koekje de mooiste gesprekken loskrijgt als je naar mensen luistert. Maar dan komt het, dan hebben ze de weg nodig naar de juiste instanties. En die zijn er gelukkig allemaal waar ze dan geholpen kunnen worden. Ja, ik denk dat we blij mogen zijn dat op maatschappelijk gebied steeds meer geregeld wordt. Zeker. Want er zijn gewoon mensen die dat nodig hebben natuurlijk. Ja, die hebben dat nodig. Die weten vaak de weg niet hoe het allemaal werkt allemaal. En dan heb je vaak met taalbarrière of niet weten hoe de weg... Nou, en daar moet je mensen even elkaar bij helpen. En die hebben gelukkig hele goede mensen rondlopen naar hem. Ja. Ik zie Melvin Kolf van Prezikaaf Academie, mooie ontwikkelingen in Prezikaaf. Ik zie Omar in Arnhem-Zuid ontwikkelen met zijn jeugdprojecten. Nou, Oran Dedibas. En zo zie je allemaal mooie initiatieven ontstaan waar je met de jeugd bezig bent om ze te blijven, nou ja, coachen, motiveren, te helpen. En zo doet iedereen een steentje bijdragen om te investeren in een mooie stad. En vooruit helpen. En vooruit gaan. Ja. En dat doet Omio met fietsen. Nou, ja. En ik krijg er ieder jaar heel veel energie van als alles weer geregeld is en iedereen weer blij is. En dat ik zeg, nou, bedankt en tot volgend jaar. Ja.
Maar tot volgend jaar, het zal niet zo zijn dat jij 100 jaar Ome Joop mee gaat meemaken. Nee, denk ik. Ja, nee, maar dat is dat. Nee, daarvoor zeg je, daarvoor zie je, je moet in het hier en nu leven en kijken van, je bent natuurlijk aan het investeren in mensen, hè, maar nogmaals, je moet er ook in je generatie die geluk hebben. Nogmaals, ik heb hele goede vrijwilligers die me daarbij helpen, maar die geven je het vertrouwen en die. En dan zien we wel. Dus we zien de komende jaren nog. Met heel veel enthousiasme tegemoet op naar de 100 jaar, zeg ik. Op naar heel veel extra mooie fietstochten. Ja. Ik denk dat wij nog uren zouden door kunnen praten. Ik denk dat het heel leuk en gezellig is, ook met een biertje erbij. Maar het hoeft niet eens met een biertje, kan ook gewoon met een glas water. Ja. Ik ga dit boek zeker lezen. Ja. Is nog te bestellen, want ik heb er een heleboel laten maken. Maar ook door de coronapandemie is onze presentatie helaas niet door kunnen gaan. Dus mochten mensen interesse hebben, kunnen ze via de website dat boek bestellen. En ik hoop dat ze ons losmaken van heel veel boeken die bij ons beschappen liggen. Ja. Ik hoop het ook voor je. Ik heb nog één laatste vraag voor je. Je hebt al heel veel voor Arnhem gedaan. Ja. Maar zijn er nog dingen waar je energie in wil stoppen? Of waarvan je denkt van, hey, hier gaan mijn vingers van kriebelen. En dit zou ik nog voor Arnhem willen doen. Kijk, als ik dan kijk, wat wil ik doen? Ik maak wel eens zoals dan de oudere mensen en die vergeten mensen. Wij zijn nu aan de AOW'tjes gaan lopen rommelen. En dat ik me iets wat voor de oudere generatie straks ook wat in wil zetten. Want die hebben aandacht nog. Want die hebben ons land groot gemaakt. Die hebben het voorwerk gedaan. En die mogen we nooit vergeten. Dus ik probeer er een balans in te zoeken. En ik hoop met eigen gezondheid dat ik daar een stukje tijd voor kan vrijmaken. Want ik zie vaak ook een verpleeghuizen. Mensen worden gewoon vergeten. Ik heb het pas nog met een sponsorrelatie van mij meegemaakt. Die man heeft zoveel de stad gedaan en is vergeten. En dan kom ik dan langs met een stukje fruit en een taartje. En dan word ik daar blij van. En ik denk, dat is een groep die we echt in de gaten moeten houden. Om die niet. Daar zou ik wel iets voor willen doen. Ik heb namelijk het idee, en daar heb ik al met meerdere mensen al een keer besproken, dat om met het UWV, mensen die niet aan het werk zijn, om ervoor te zorgen dat ze elke week of twee wekelijks of een bepaalde periode in ieder geval, langs oudere mensen gaan om gewoon even een kopje koffie te drinken. Zo belangrijk. Ja. Ik vind zo belangrijk. Want ga maar eens bij Regina Pazes kijken of een Vredehof. Er zitten mensen bij die zitten helemaal eenzaam alleen achter een kamertje. Ja. Nou, en ik wou dat mensen dat eens meer doen. En zijn gelukkig zijn er mensen die het doen. Maar dat we daar ook die mensen niet vergeten hebben. Echt aandacht aan elkaar geven. Want dat is zo belangrijk. Dan wel een kopje koffie of een spelletje zoals het Arnhemse Café. Ja, en ik heb pas nog met het Arnhemse kwartetten meegedaan. Mag ik met Christa Fleming, ook zo'n mooie parel van Arnhem. Die heel veel ook met jeugd bezig is om ze in de kracht te krijgen. Ja, en dan is het speel het spel en geniet van de mooie momenten die je brengt. Wij gaan elkaar nog een keer spreken, denk ik. Dankjewel. Dus, ik wil jou bedanken, maar ik wil ook Time for Nature bedanken voor het mooie spel. Ja. En ik weet zeker dat we elkaar nog een keer gaan zien. Dus we houden contact. Heel veel plezier. Ja, dat ga ik zeker doen. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Houdoe. Voor de mensen die gekeken hebben, bedankt voor het kijken. Als je geluisterd hebt, bedankt voor het luisteren. En vanuit Rosette wil ik iedereen bedanken die hier aan mee heeft geholpen. Dus tot de volgende keer. Dag.